Vandaag ga ik op zoek naar een nieuwe beste vriend, samen met mijn vrienden. Een hele lading wildvreemde mannen komt vandaag zichzelf in verschillende rondes bewijs. Zijn ze leuk genoeg? Grappig? Oké. Betrouwbaar? Ja, hij was wel echt investeerd. Kortom, al deze mannen gaan hun stinkende best doen om na 5 rondes verkozen te worden tot mijn nieuwe beste vriend. En dat doe ik in samenwerking met air up. Alle mannen hebben een cadeau meegenomen en op basis van dat cadeau bepaal ik of ze door mogen naar de volgende ronde. Wat heb je meegenomen, man? God. En terwijl ik deze fles achterover gooi, kijken mijn vrienden de hele ronde mee van een afstandje. Eerlijk. Je bent door. Dankjewel. Goedemorgen. Dit kom ik zo van de boerderij. Ja. Kijk jongen, wat voor boerderij? Een veehouderij. Wat verdorie man. Je bent door. Echt? Ja. Van al deze mannen kunnen er trouwens maar 25 door naar de volgende ronde. Ik heb het voordeel van de twijfel. Black Stories. Goed gedaan. Gefeliciteerd, je bent door. Tot straks. Ik heb wat leuks voor je. Dat is gewoon nee. Dat spijt me. Ja, dit is wel echt mazen. Ik zie je straks. Roze koeken. En het is lekker. En je kunt het roze koekspel spelen. Boys, wat is het roze koekspel? Nog nooit van gehoord. Je bent door. Wat de f*** is het roze koekenspel? Als je als laatste klaarkomt op die roze koek, dan moet jij hem opeten. Nee! Goedemorgen. Het grote safari vriendenboek. Je lievelingsdier is een koe. Is zijn favoriete dier een koe vanwege zijn moeder? Oh, trouwens, dit is Peter. En Peter is eigenlijk de reden waarom we deze video maken. Peter gaat namelijk emigreren. Dus er komt een plekje vrij in onze groep. Kleine introductie. Er is niemand zoals Peter. Creatief, eerlijk, werkt graag met zijn handen. Zijn superpower? Extreem eerlijke vragen stellen. Zou je wel met je naakthanden durven te wurgen? Je bent door. Gefeliciteerd. Helaas. Gefeliciteerd. Helaas. Je bent door. Ik bak heel veel. Dus okay. Ik heb 2 taarten voor jou meegenomen. Ik hoop dat je het lekker vindt. Ja, hier kan je geen nee op zeggen. Sorry. Maar heeft hij dit echt zelf gemaakt? Heb je het echt zelf gemaakt? Ja, ik heb het echt zelf gemaakt. Bro. En dit is baklava. En omdat ik zelf Turks ben, wou ik iets meenemen van mijn eigen cultuur. Vraag die Turks zingt. Dit is echt... Peter, vraag een kant die Turks kan zingen. Kun je Turks zingen? Ja, ik kan Turks zingen. Yes! 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 Yes? Gozer. Dit is een van de lekkerste taarten die ik ooit heb gegeten. Mag wel een stukje. Kijk, kom snel. Oké, we nemen hulp. We gaan hem eventjes gewoon mee. We gaan hem even snijden. No joke, hele zieke taart. En dan nog een paar bizarre cadeaus. Spijt me. Goeie cadeau toch? Ja, helaas. Waren we bij de laatste. Wegwezen. Weg. Weg. En toen waren er nog 25 over. Hallo! Tijd voor ronde 2. De presentatie. Al deze gasten hebben een presentatie voorbereid en krijgen 1 minuut om ons ervan te overtuigen dat zij de perfecte nieuwe mattie zouden zijn in onze groep. Wie wil als eerst? Ik ben Bo, ik ben 21 jaar en ik studeer in Amsterdam. Als mijn vrienden mij karakteriseren, dan ben ik wel goed van zeg maar altijd leuke feitjes geven tussendoor. En ik kan aardig goed met kinderen omgaan, dus als jullie een kinderwens hebben, dan kan ik altijd oppassen. Ik heb wel een vraag. Wat is de hoofdstad van Burkina Faso? Oeh, Antananarivo. Ja. Zoiets. Klopt het? Ja, klopt. Mogen jullie bordjes klaar? 3, 2, 1. Ja. Dank jullie wel. Yes. Oké, dat is 1 potentiële nieuwe vriend. Er kunnen nog 7 gasten door naar de volgende ronde. Sommigen hadden echt een goed verhaal. Ik ben zelf ook in een 6 maanden 30 kilo afgevallen. Dat zegt ook iets over mij. Zo. Nee, grapje. Andere iets minder. Stel je voor, je moet kiezen tussen ons of je vriendengroep. Ja? Maar dan kies ik toch wel voor hem. Moeten we de bordjes dan nog omhoog doen? Sorry. Hoi, ik ben Siep. Ik hou van produceren en regisseren. En ik kan geen seconde stilzitten. Hoe goed ben jij in bowlen? Goed. Hè? Ja, best wel, ja. Ik ben een Ajaxiet. Ziet er niet best uit. Ze moeten er voor elkaar zijn. Ik heb zelfs nog les gehad van je moeder. Oh, is dat... Oh, je moeder! Er was zelfs 1 die ons voor zijn vakantie wilde laten betalen. Hoe duurder, hoe beter. Maar zoek jij vrienden of zoek jij sugar daddies? Gelukkig zaten er ook een paar tussen met de eigenschappen waar we echt naar op zoek waren. Nou, ik zou altijd lachen om jullie grapjes. Wat jullie ook zeggen, ik lach wel. Wat zei de ene advocaat tegen de andere advocaat? Biggie? Wij zijn beide advocaat. Oké. De eerste 3 drankjes zijn van mij. Is dat elke keer of is dat dan eenmalig? Oh ja, trouwens, dit is Paul. Paul is acteur. Hey, camera, daar ben ik helemaal aan gewend, want ik ben acteur. Zijn superpower? Op compleet willekeurige momenten zijn lul uit zijn broek toveren. Zoals ik de klik nou voel, wordt het elke keer wel. Oh! Hey. Wow. Nee. Zo lang mogelijk volhouden en leuke dingen gaan doen. De naam is Daniel van Duin, ook wel afgekort DVD, omdat ik een echte speler ben. Mijn hobby's zijn acteren, dansen, reizen en game. Ik had een professional penis. Mijn hobby's zijn acteren, dansen, reizen en gamen. Werk momenteel bij een fastfoodketen en binnenkort join ik de KCT, Corps Commando troepen. Okay. Dus ik ben betrouwbaar en ik heb iedereens rug wanneer het nodig is. Dus ook als je in gevecht bent, ik draag je eruit. Daniel, gefeliciteerd. Ik heb zelf ook een YouTube kanaal. Hoe weet ik dat jij niet vrienden wil zijn om de cloud? Nee. Zo'n persoon ben ik helemaal niet. Nee, dus gewoon je account verwijderen en dan vrienden worden, dat is ook prima dan. Zullen we dat nu anders doen? Nummer 3 in onze vriendengroep. Quinten. Quinten ken ik al sinds groep 2 en is een vriend voor het leven. Zijn superpower? Brillen zonder sterk te dragen, zodat hij er slimmer uitziet dan dat hij eigenlijk is. Ik heb je door, vriend. Er is maar ruimte voor één YouTuber. Goed, en toen waren er nog 8. Dit zijn ze. Tijd voor ronde 3. In deze ronde wil ik erachter komen wie van deze gasten een beetje grappig is. Want ja, humor binnen onze groep is van hoogstaand niveau. Wij zijn beide advocaat. In deze ronde hebben we de 8 mannen opgesplitst in 2 groepen en gaat van elke groep 1 man aan tafel zitten. Allebei maken ze tegenover elkaar een zelfgekozen grap. Wat zeg je tegen een Turk met een stropdas aan? Ik geloof niet. Doe mij maar een Big Mac. Nee. Ja, waarom ga je zo stuk? Ik hou van dit domme shit, jongen. Wij bepalen met behulp van deze microfoon wie er mag blijven zitten en wie er achteraan de rij moet aansluiten. Gek, niks en niemand zit in de boom. Niemand valt uit de boom. Gek zegt, bel ziekwagens. Bellen ze ziekwagens, zegt ze, niemand is uit de boom gevallen. Vraag ze, waarom bellen jullie dan? Basje, waar gaat? Wat zei die? Dit gaat net zo lang door totdat wij denken te weten wie er absoluut afgrijselijke humor hebben en wie er komisch enigszins acceptabel zijn. Hoe noem je 2 zwarte mensen in een slaapzak? Een Twix. Oh. Hoe noem je een hond die kan goochelen? Een labracadabrador. Dit moet jij gespannen doen. Oh ja, en als laatste, Maxime. Maxime ziet er niet alleen intellectueel uit, maar dat is hij ook. Ja, klopt. Zijn superpower? Vrouwen urenlang laten vertellen over zichzelf. Werkt altijd. Wat is harder dan een tomaat? Wat is harder dan een tomaat? Tomaat! Maar hij heeft het niet helemaal fully gedaan. Hij moest hem echt schreeuwen, maar dan is hij wel fat toe. Leuk, je mag gaan. En terwijl deze jongens ons entertainen met hilariteit, ga ik jullie vertellen over de sponsor van deze video. Air Up. Want als eigenaar van Charlie's is het mijn levensmissie om meer mensen water te laten drinken. En daarom zijn Charlie's en Air Up matties for life. Waarom gaat een boom nooit naar school? Een boom? Hij snapt er geen hout van. Nee, ik hou niet, dat zijn echt van die boomer jokes, man. Wat is warm en smaakt naar mango? Een idee? Geen idee. Een warme mango? Ah. Met een airupfles voeg je smaak toe aan je water door middel van geur. Jantje zat in de klas. Hij vraagt, meester, mag ik naar de wc? De meester zegt, na mijn vraag. Toen vroeg de meester, waar ligt de grote oceaan? Jantje zei, in mijn broek. Ah, Jantje joke. Door het toevoegen van geurpots aan je fles denk je dat je water drinkt met een smaakje. Zoals cola, watermelon of peach. Wat is warm en smaakt naar een banaan? Warme mango. Ja, nee, warme banaan. Je mag opstaan. Ja. Nee, Bo, jij niet. Ja, we laten Bo de hele tijd zitten. Laten Bo zitten. Hij weet niks meer aan. Welk land kan ook niet schaken? Engeland, die mist een koningin. Ja, Bo, blijf maar zitten. Luc, je mag opstaan. Ja, jongens, het is echt op. Wat is warm en smaakt naar een appel? Bo, blijf maar zitten. Nee, dit is... Bo moest dat. Ik ben bijna door mijn fruit heen. Benieuwd naar meer? Ga naar www.air.com en bestel je eigen fles via de webshop. Hebben we genoeg gezien, dankjewel. Oké, deze ronde is voorbij. Maar wie was het grappigst? De eerste die doorgaat is Daniel. De volgende is Voerkamp. Ook door is Floris. De volgende heeft gestruggeld, maar hij heeft het overleefd. Bo. Er kan nog maar eentje door, maar we hebben gekozen voor Luc. Oké, er zijn nog 5 gasten over. Deze mannen hebben aardig lopen zweten tijdens de grappenronde. Dus we gaan met z'n allen vissen. Hey. Wat de jongens alleen niet weten is dat ze deze ronde getest worden op hoe ze omgaan met emoties. Oh wacht, zag ik hem weten? En om daarachter te komen had ik Paul, Quinten, Peter en Maxime gevraagd om onze nieuwe matties een super emotioneel verhaal te vertellen. Het mag absolute bullshit zijn over dat je kat gisteren is overleden en dat je heel veel pijn doet. Dus al dat gevis is eigenlijk gewoon een afleidingstactiek. Zodat wij erachter kunnen komen met wie we wel de diepte in kunnen. Nee, mijn broer die zou dan nu 35 geweest zijn. En met wie niet. En na een half uurtje was dit onze conclusie. Ik zei dus dat we af en toe gingen vissen omdat mijn broer Sjors dat altijd deed. En die is dus overleden bij een ongeluk 6 jaar geleden. Nou, mijn broer die zou dan nu 35 geweest zijn. sterk dat je dit doet dan. Het was eigenlijk heel heftig. Het was eigenlijk de laatste. Maar het was eigenlijk de laatste bij wie ik ook op een boot had gevist. Dus daarom moest ik daar nu heel erg aan denken. En hij was meteen van, nou, laten we dan zorgen dat deze vis, als je hem vangt, dat die voor hem is. Dan moeten we nu ook beet hebben. We moeten het voor hem. Dan pakken we hem nu voor hem. Ah, thanks. Ja, ik heb gezegd dat ik in de scheiding lig. Ja? Je ziet er wel een beetje uit. Ja. Heb je dan nog contact bezig met elkaar? Of helemaal niet? Ja, nu alleen nog maar via de advocaat eigenlijk. Okay. Dus dat is wel echt een vechtschrijving. En dat hij het wel snapte, maar dat ik ook een stip op de horizon moest zetten. En dat het uiteindelijk wel weer goed komt en dat sommige dingen gebeuren. Kijk, dit is nu een kloof van jou. Je sluit het verhaal. Dat zegt niet dat we niet iets meer doen. Ik heb verteld dat ik ineens allemaal herinneringen had aan de laatste keer dat ik op een boot zat. Want toen waren mijn ouders nog samen. Ja, flashbacks echt. De laatste keer dat ik op een boot zat. Niet zo goed af te lopen. Nee. Wel fucking lief allemaal, van iedereen. Ja, kijk, met Daniel, zeg maar, hij was sowieso heel erg bezig om mij op mijn gemak te laten voelen. Hij dacht, ik ga zelf lekker roeien, ik ga zelf alles doen. En je hebt natuurlijk dan gedaan alsof je bang was voor het water. Volgens mij heb je echt fully bij ervoor gedaan. Nou, goed jongen, dit wilde helemaal. Kom er maar gewoon aan zitten. Oh nee, ik wil proberen te staan. Nou, doe het eens. Ja, echt, dat ga ik echt niet doen hoor. Kun je de borstwiel houden? Om te kijken of Daniel echt iedereen zijn rug heeft, besluit Peter hier expres per ongeluk in het water te vallen. Om te kijken of Daniel hem gaat redden. En hoe ging het bij jou dan? Heb je dat al verteld? Nou, ik zei dat mijn kat gisteren was overleden. Vervelend, gecondoleerd. Dankjewel. Hij is van een balkon gesprongen. Dat is niet opgevallen. Nee. Dat vind ik wel echt serieus vervelend. Goed, na kort vissen en lang overleg waren we er eindelijk over uit. En besloten we wie van deze jongens door mochten naar de finale. We hebben geen vissen gevangen vandaag, dat is erg jammer. Maar deze ronde ging helemaal niet om vissen. Dit ging erover hoe goed we diepe gesprekken met jullie kunnen hebben. Al die verhalen die we hebben gezegd, is allemaal onzin. Mijn kat is niet echt dood. Mijn kat is niet echt dood. Nee. 3 van jullie gaan door. De eerste die mag blijven is Daniel. Je hebt toch de sprong gewaagd. De volgende die mag blijven is Luc. Ja, dankjewel. Er is er nog maar 1 van jullie die door kan. Degene die meegaat naar de finale is Luca. Ja. En toen waren er nog maar 3. Taartenbakker Voerkan. Hier kan je geen nee op zeggen. Commando Daniel. Even. En lachkoning Luc. Tijd voor de finale. De 3 overgebleven mannen hebben zich deze hele dag nog niet 1 keer gemengd in onze groep. Kunnen ze onze grappen aan? Daniel, jee. Hey. Of vinden ze het allemaal maar ongemakkelijk? Nee, dat vind ik helemaal niet. Nee. Om daarachter te komen gaan we met elke man een half uur chillen in groepsverband. En zoals je inmiddels van ons gewend bent, gingen de gesprekken alle kanten op. Maar wie zou als eerst klaarkomen als laatste? Ja, hij lijkt echt op een gozer die op de lijst van Interpol staat. Je moet altijd uitkijken dat er geen kak tussen zit. Ja? Ja. Oké, ik weet het. Het is nogal lastig te volgen allemaal. En de keuze, die is ook lastig. Want wie vind jij het beste passen binnen onze groep? Is het Commando Daniel, DVD de echte speler? Reizen en game. Die je komt redden in nood. En je met zijn platte humor nog aan het lachen maakt ook. Zit er achter deze clown wel echt een vriend waar je op kan bouwen? Alles voor de boys. Of wordt het dan toch lachende Luc? Die rustige, betrouwbare jongeman met het hart op de juiste plek. Het grote safari vriendenboek. Lief dat hij altijd om onze grappen zal lachen. Ook dat is vriendschap, hè? Maar is hij niet een beetje te lief? Ja. Ik vond het echt hartstikke gezellig. Of toch de Turkse taartenbakker Voerkan. We zijn hier met Turkse tukker. Ja. Heerlijke taartenbakken en ook 30 kilo afvallen in 6 maanden. Ik ben zelf ook in een 6 maanden 30 kilo afgevallen. Dat zegt ook iets over mij. Zo. Dat is een serieuze prestatie. Ja, ik moet gewoon zo dik dat ik moet zitten. Misschien wel iets te serieus voor ons kinderachtige groepje. Ik wil echt doelen voor ogen in mijn leven. Een lastige keuze. Maar gelukkig was daar Quinten met een briljante tactiek. Ik doe altijd bij mezelf gewoon een beetje een game en dan denk ik van oké, als ineens random bij een van deze guys voor mijn deur zou staan, bij wie zou ik direct denken, ja kom binnen, kom even lekker op de bank zitten, wil je koffietje? Oh ja, goeie. Ja, Oké, dan weet ik het wel. Ik ook wel. Dan weet ik het serieus. Ik denk gewoon aan deze. Ja, ik ook. Ja, ik ook. Ja? Heren, jullie hebben hartstikke hard je best gedaan om ons te overtuigen. We hebben lol gehad en jullie zijn jezelf gebleven. Eén van jullie wordt onze nieuwe mattie. En diegene krijgt deze vriendschapskroon op zijn hoofd. Oh.